en Feyenoord. Laten we kijken naar het hoogtepunt uit dat duel in de eerste helft in ieder geval. Het is de corner in de 23e minuut. En deze werkelijk kanonskogel van het hoofd van Ron Vlaar. Zijn eerste goal in de Eredivisie dit seizoen bij Feyenoord. En die maakt het heel mooi. Het staat 1-0 dus voor de Rotterdammers. Er wordt een wissel bij Vitesse, hebben we nu net gehoord uit Arnhem. Nielson komt erin en Van Dierme gaat eruit. Dus aanvallend. Ja, dat betekent dat hij vol op de aanval gaat. Achterin 1-op-1 gaat spelen. Ja, dan gaat Grie waarschijnlijk naar achteren. Ja, dat betekent dus veel ruimte voor Ajax. Dat Ajax op de counter dus de boel zou kunnen uitspelen. Mm. En dat hij nog meer... Oké, we kunnen naartoe. Ze staan ook bijna klaar. Okay. We gaan snel naar Arnhem.